Ja, goedemorgen, hier is van Marcel Positivo. Volgens het Algemeen Dagblad wil Ajax meewerken aan een transfer van Bazour. Bazour is natuurlijk een enorm groot talent en eerder wilde Napoli hem kopen voor mijn liefst ja, voor mij iets minstens 30 miljoen euro. 15 miljoen euro om precies te zijn. Bazour die de laatste ja, maanden deels door zijn blessures, maar ook in een vormcrisis zit, zelfs op de bank beland is bij Ajax. Ja, blijft natuurlijk een waanzinnige goede voetballer en wordt alleen maar een ja, nog betere voetballer. Dus een talent heeft hij zeker, maar ik denk dat Ajax er goed aan doet om Bazour op dit moment te verkopen. Op dit moment, ja, dat is gewoon een gezegde sterspeler, Bazour, nou, met alle respect, dat is hij nog lang niet. Hij is op de goede weg, maar een sterspeler is constant en die maakt niet op een hele wedstrijd meer fouten dan dat hij goed doet. Dan mag je zeggen van ik ben een sterspeler. Sterspeler speelde ik al enige jaren in het nationaal elftal. Speler maakt ook zeer belangrijke doelpunten in topwedstrijden. Onder andere bijvoorbeeld tegen Rostov. Sterspeler, zeg het al, spreekt tot de verbeelding. Dat is Bazour zeker nog niet, maar dat kan hij natuurlijk wel worden. Door een aantal jaren constant te spelen en ook minimaal 10, 12 doelpunten als middenvelder te maken bij Ajax of welke club dan ook. En je ziet toch wel heel veel fouten bij Bazour en ook een beetje heel erg ja, naïef voetbal wat hij af en toe speelt. Maar ja, het is natuurlijk ook, hij is natuurlijk een jonge knul nog. Maar in ieder geval, wat al AD zegt, Ajax is bereid om hem te verkopen. En ja, onophoudelijke belangstelling van clubs voor Bazour. En het zal ook geen overbodig luxe zijn om Bazour te verkopen, want Ajax heeft maar liefst 9 middenvelders en dan komt waarschijnlijk Ziyech waarschijnlijk in een stroomversnelling vandaag hopelijk beklonken worden tussen de FC Twente en Ajax. Ziyech kan een contract tekenen voor 5 jaar en, nou ja, en ook is er interesse. Zou er interesse zijn voor Deli Zinkgraven, alleen dat wordt nog niet gezegd voor welke club. En schijnt ook dat Lassie Schöne gesport is op Schiphol. En schijnt dik advocaat van Fenerbahçe, ja, die zou wel een ervaren middenvelder kunnen gebruiken. Dus dat is Schöne natuurlijk zeker. Eerder haakten ze af voor Ziyech. Fenerbahçe was in ieder geval bezig met Ziyech, maar heeft uiteindelijk op wat voor reden ook zijn ze afgehaakt. En Ziyech, wat ik al zei, de kans is groot dat vandaag meer duidelijkheid komt over de definitieve transfer naar Ajax toe. Dus ja, leuke en spannende momenten. En welke spelers gaan en komen nog komende dagen? De deadline is natuurlijk 1 september. En dan is het einde oefening wat betreft spelers aantrekken of verkopen. Misschien dat El Ghazi nog weggaat. Ik ben niet zo onder de indruk van El Ghazi, althans de laatste tijden. Hetzelfde. Er zijn een aantal spelers bij Ajax die gewoon, dat is ook deels natuurlijk de oorzaak van Ajax. Slechte resultaten, zowel in de Europa League of de Champions League, sorry, Champions League. Tegen Rostov en ook tegen Willem II en tegen Roda eerder. De vormcrisis van Ajax. Deels, kijk, Ajax heeft te weinig steunpilaren in het elftal. En het is allemaal een beetje een zesje. Maar het zijn zelden allemaal een achtje. Dus alleen die een heel erg goed speelt is natuurlijk Davy Klaassen. Die staat als echt als een aanvoerder te spelen. En de enige die echt goed in vorm is, vind ik. En ik ben benieuwd hoe dit uitpakt. Marcel Positivo, tot de volgende keer. Ik ben benieuwd of Bazour weggaat. En waarheen? Napoli? Wie zal het zeggen?